Verloren man. Oh nee, gelijk. 2-2. Die double piece. Penalties. En daarom worden er bijzondere plannen gemaakt. Ja, ik wil eigenlijk Panenka'tje doen, maar misschien hebben ze door bij Glitch in the Game Panenka en zo. Roy de Coach miste zijn laatste 37 strafschoppen, dus logisch dat hij de eerste neemt. De keeper doet er alles aan om Roy gek te maken. Nog gekker te maken. Maar hier is Roy en die scoort. En dat doet wat met hem hoor. Mooi. Was een trauma af. Heerlijk. Oh, heerlijk. Mijn trauma. Ik ben er vanaf. Wat een sappige goal en een bepalend moment in het leven van Roy. Ja, ik ben van mijn penalty trauma af. Dan gaat Noah wat klieren bij de eerste strafschop van Roda. Max Eindhoven gaat hem nemen in 0-20 en zo! Ja, die was hard zeg! Wat een powergoal. En in de hoek en dus onhoudbaar. Wie meldt zich dan? Het is Koen Zitoen. Ja, kom maar keeper, kom maar joh. He, kom maar. Dus ik moet zeggen waar ik ga schieten en jij duikt de andere hoek in. Ja, laat mij de comments weten welke celebration ik moet doen, ja? Koen heeft nog nooit een veldpenalty genomen en dus is dit een geniale goal van Koen Zitoen, de Iron Man, de man die alles kan, marathons lopen, eigenaar zijn van Koen Rangers en nu dit, scoren als zaalvoetbalkeeper op het veld. 2-1 voor Creators FC. Wie is de volgende? Na deze strafschop van Koen Zitoen, die gewoon uitstekend neemt. Dit is Tijn Jansen voor Roda en linkspoot tegen de linkspoot en de linkspoot wint. Tijn schiet hem fijn erin. 2-2. Noah zat nu wel in de goede hoek. Er zit progressie in. Glenn Helder neemt zijn verantwoordelijkheid. De opa van het team. En neemt hem gewoon goed. In het dak van het doel. Meesterlijke goal. 3-2 creators. Hoog en droog. Wat een spanning. Fabian Heukensveld. Weer een linksveld en weer raak. Staat weer gelijk ook. Iedereen maakt hem. Volgende is Marouan. Logisch, want die viel voortdurend in de wedstrijd. Marouan en golazo. Lekker dan! 4-3. Een beetje hatelijk traag over de keeper heen. Dat is hem. Ik schoot die penalty zo goed erin, zo goed berekend. De keeper ging er net onderdoor. Ajax heeft gebeld, dus ik ga zo direct naar de arena. Ik ga gelijk tekenen. En hij heeft ook vast aandelen gekocht, die Marouan. Dan Noah tegen Noah van de Bond. Die heeft al gescoord en doet het weer. 4-4. Het wordt een hele lange avond zo. En wat een spannende. Noah passeert dus Noah zo. Dan Luc Steen. Dat is de volgende. De vraag is, gaat hij crazy doen? Dit is in de game. We gaan het zien, hè, top. Luc Steen bij 4-4. En hij mag niet missen en doet het zo. Een brutale goal. Een Inca, broer. Ja, die was wel lekker, hè? Ik dacht van, ik had hem met Alessio erover. Ik dacht van, zou ik hem gewoon doen? En toen hoorde ik al een beetje bij de andere, bij de tegenpartij van ja, Panenka zo. Geen woorden maar daden. Niet praten over een Panenka, maar doen. Dat is lekker, Luc. Maar ik dacht van, die keeper gaat juist uit de hoek. En ik denk van, waarom niet? Gewoon niet nadenken. Gewoon doen. De Panenka van Luc Steen nog een keertje. Volgende is Hugo van de Meis. 4-5. En die... kan heel hard over en naschieten en dus is de conclusie een beetje wijfelend. We hebben gewonnen! En dat betekent dat we creators ja! Een echte beker zelfs. Zo voert het nou om de Champions League te winnen. Zagen jullie hoe ik met mijn laserogen die bal, die laatste, zo naar boven keek? Ja, tuurlijk zagen we dat. Zelfs met de camera achter het doel. Ogen in het achterhoofd. Noah Zil. Geen pingel gestopt, maar wel de beker gewonnen. Panenka vriend, de winnende. Ah, dat is moed. Zeg ze. In de comments van 1 tot 10, hoe vies was die Panenka? We hebben de... Hey, kom eens hier met die cup, man. Yes, we won, right? That was amazing. Yeah. That was amazing.